Zondagavond is een vrouw met haar auto te water geraakt langs de omloop in Heiloo. De vrouw kwam vanaf de zeeweg en nam de rotonde driekwart. Hierna kwam ze met haar linker voorwiel tegen de stoeprand en ramde hierbij een lantaarnpaal en een verkeerszuil. Door deze klap kwam de band los van de velg en had de vrouw geen grip meer op de auto. Daardoor belandde ze met haar voertuig in het water. Ze kon op eigen kracht uit de auto komen en is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee.